Ik ben zelf overtuigd dat de Joodse slacht correct is. Als het dieren niet op zeg maar halal manier wordt geslacht, eet ik het niet op. In Nederland is discussie rondom ritueel slachten. Omdat bij de rituele slacht de dieren onbedwelmd worden gedood. Wij gebruiken zelf ook de term, niet zozeer de term ritueel slachten, maar wel de term onbedwelmd slachten. En dat is dus ook precies waar het om gaat. Het is in de normale slachtprocedure worden dieren eerst bedwelmd voordat ze feitelijk gedood worden en verbloeden. En bij onbedwelmd slachten, zoals dat gaat in het, volgens de Joodse geloofsvoorschrift of volgens de moslim geloofsvoorschrift, dan worden dieren dus onbedwelmd de hals doorgesneden en gaan ze dus verbloeden. Het dier moet onafhankelijk leven, kunnen leven voor de slacht. Op het moment dat je hem verdooft, heb je iets toegevoegd aan het leven waardoor die niet, waar die een zekere afhankelijkheid krijgt. Het probleem wat we daarmee hebben is dat onderzoek echt goed aantoont dat er sprake is van aantasting van het dierenwelzijn. Met name omdat het zeker bij runderen een aantal minuten, tot zelfs wel 2 tot 4 minuten, kan duren voordat het bewustzijn volledig weg is. Het snijden is niet pijnlijk. Dat blijkt ook uit het gedrag van de dieren. De bloeddruk is binnen 2-3 seconden zodanig laag dat ook het bewustzijn is gezakt. De spasmen die daarna komen zijn allemaal reflexen die automatisch verlopen. En die het dier niet meer bewust is. Ik denk niet dat ze meer lijden als ze geslacht wordt. Dan dat ze geschoten worden en dan weer geslacht wordt. Maar wat weegt zwaarder? Dierenwelzijn of godsdienstvrijheid? Dat zou een tegenstelling zijn die er niet is. Voor mij godsdienst is veel belangrijker. Want kijk, als het niet goed was voor het dieren, dan had het niet mogen gebeuren. Anders had het niet in de Koran kunnen staan. De uitspraak dat er dus echt wel meer pijn is bij een rituele slacht, en dan heb ik het over de Joodse slacht ten opzichte van de reguliere slacht, is al een conclusie trekken die nog niet getrokken kan worden. Waar ik ontzettend blij mee zou zijn, is als wij met de geloofsgemeenschap, of het dan de moslim of de Israëlitische geloofsgemeenschap is, tot in ieder geval tot de vergelijk kunnen komen dat er hier sprake is van aantasting van dierenwelzijn. Want dat is volgens mij hetgeen wat eerst erkend moet worden. Als je dat hebt, dan kan je vervolgens met elkaar om de tafel gaan zitten en zeggen van kijk, dit is ons gezamenlijke probleem. Hoe kunnen we dit oplossen? En laten we zeker in de moslimgemeenschap is dat in een aantal landen ook goed opgelost door te werken aan omkeerbare vormen van bedwelming die volgens voorschriften goed hanteerbaar zijn en die vanuit dierenwelzijnsoogpunt gezien buitengewoon te prefereren zijn boven het onbedwelmslachten.